Hallo! In deze tweede editie van een tweeluik over donorschap ga ik in gesprek met wederom een hele bijzondere gast. En om een beetje korte achtergrondinformatie te geven. De tweeluik hebben we in het leven geroepen om een antwoord te geven op de vraag wel of geen donor te worden. Want in september dit jaar treedt een nieuwe donorwet in werking. En mocht je nog niet in het donorregister staan, dan krijg je een aantal brieven thuisgestuurd met de vraag of je wel of geen donor wilt worden. Reageer je niet, ook naar een aantal herhaaldelijke berichten en brieven, dan komt er geen bezwaar achter je naam te staan. Nou, geen bezwaar betekent eigenlijk dat je op een gegeven moment gewoon impliciet toestemming geeft om orgaan en wel weefsel donor te worden. En nou, dat kan best een gevolg hebben voor jou en je omgeving. En ook helemaal, want ja, dit is best wel een beladen onderwerp. Ik heb niet het idee dat allemaal heel regelmatig met bij onze dood en de eventuele doodsoorzaak stilstaan. Maar daarom is het wel heel goed dat we een keertje hierbij stilstaan en ons eigenlijk ook goed laten informeren wat dus de eventuele gevolgen en consequenties kunnen zijn van wel of geen donor te zijn. Nou, in deze editie ga ik daar met een hele bijzondere gast ook wederom in gesprek. En deze gast is niemand meer dan Pim van Lommel. De heer van Lommel heeft een bestseller geschreven, Eindeloos Bewustzijn. En dit boek heeft hij geschreven dat hij als cardioloog een aantal mensen had meegemaakt die een bijna doodervaring hebben gehad. En deze bijna doodervaring ontstaat eigenlijk in de fase van het klinisch dood zijn, dus bij een hartstilstand. En nou, wat hier eigenlijk uit de visie die eruit eigenlijk is ontstaan, heeft uiteindelijk ook het medisch-wetenschappelijk paradigma doen wankelen. Want ja, waarvoor eigenlijk in het materialistisch-wetenschappelijk paradigma, zoals de heer van Lommel dat zo mooi zegt, het gaat dat bewustzijn een product is van hersenen, laat hij eigenlijk ook zien dat misschien bewustzijn wel buiten onze hersenen zit. En dat onze hersenen misschien zelf wel meer een ontvanger zijn van bewustzijn en van eventueel van intuïtie. Waardoor we uiteindelijk ook op een hele andere manier kunnen gaan kijken naar donorschap. En nou helemaal, hè, wanneer, in welke fases word je een donor. Nou, doordat de berichtgeving daar niet altijd heel helder over is, ga ik daar met hem over in gesprek. Ik vind het een heel bijzonder gesprek geworden. Het is een van mijn meest diepgaande podcasts die ik ooit heb gemaakt. Omdat het echt de essentie van het leven raakt. Van het leven, de dood, het bewustzijn en ergens ook de morele vragen die nou, eigenlijk bij het spel van het leven horen. Ik ben heel benieuwd wat je van vindt. Ik hoop dat je in ieder geval helpt om een hele weloverwogen keuze te maken. Niet alleen voor jezelf, maar dus uiteindelijk ook voor je nabestaanden. Ik houd je niet langer op. Wij duiken gewoon lekker in de podcast. En mocht je nog mee willen praten over dit onderwerp, dan kan dus eigenlijk ook via de link hieronder in de link van het Millennium Mysterie ontrafeld. Dan hoop ik je heel graag te mogen verwelkomen. Geniet ervan. Bye! Maar u heeft niet de makkelijkste route gekozen. En ik wil eigenlijk met u beginnen met hoe die route nu begon als cardioloog. Kunt u ons meenemen naar dat moment in die carrière dat u als cardioloog werkte en eigenlijk de eerste keer met een BDA, dus een bijna doodervaring, te maken had? En dan komen we later terug op het materialistisch paradigma. Ja. Uiteindelijk. Nee, in 1969, dat was toen ik voor het eerst op een hartbewakingsafdeling in mijn opleiding werkzaam was. En de eerste hartbewakingsafdeling in Nederland zijn in 1968 opgericht. Daarvoor was er voorbij. Ging iedereen dood aan een hartstilstand. Hmm. Omdat moderne reanimatietechnieken, dus defibrillatie, een stroomstoot op de borst en uitwendige hartmassage niet mogelijk was. Dus trouwens, uitwendige hartmassage is door Nederlanders ooit gepubliceerd in de 60e jaren. Dus die hartbewakingsafdelingen waren nieuw. En dat bestond dat je de mogelijkheid had om mensen terug te halen naar een hartstilstand. En in 69, toen ik daar net werkte, toen was er een patiënt die een hartstilstand kreeg bij een hartinfarct. We hebben hem gereanimeerd met succes. Hij was zo'n 4 minuten lang bewusteloos, een paar keer geklapt, zoals we dat noemen. Hij kwam bij en wij waren als reanimatieteam, en ik was de dienstdoenarts, heel erg gelukkig, want het was nieuw voor ons en dat was gelukt. Wow. En de patiënt was uitermate teleurgesteld dat hij terug was. Hm? En vertelde iets over kleur en over licht en over tunnel en over muziek. En ik zei, ik ben het nooit vergeten, ik heb er nooit wat mee gedaan. En überhaupt de term bij de doodervaring bestond niet. Die is in 1975 door Raymond Moody in zijn boek Life After Life, Leven naar het Leven, voor het eerst ook in Nederland geïntroduceerd. En het boek had ik ook daarna nooit gelezen.
Dus pas in 1986 las ik een boek van George Ritchie, Return from Tomorrow, Terugkeer uit de dood. Waarin hij beschrijft dat hij als medisch student in 1943 doodging aan een dubbele longontsteking. Er waren geen antibiotica voorraden voor studenten. Dus hij ging dood. Zijn lichaam werd in een laken toegedekt. En de verpleegkundige was zo upset dat deze medische student was overleden, dat hij de dienst van de arts wist te overtuigen om hem een injectie te geven met adrenaline rechtstreeks in zijn hart, was volstrekt ongebruikelijk was. Maar na 9 minuten kwam hij toen weer bij. Wat een wonder was natuurlijk. Hij kon zijn lichaam niet terugvinden, want het was voor een laken toegedekt. Hij zag een hand met zijn fraternity ring, dus van zijn studentenclub. Zo vertelde hij dat hij daaronder moest zijn. Hij heeft een zeer uitgebreide, indrukwekkende mijn-dood-ervaring gehad met zeer veel aspecten. Hij heeft door, zeg maar, zijn bewustzijn heeft door stukken van Amerika gereisd. Hij is in diepere lagen geweest waar een soort helervaring was voor mensen, waar hij begeleid werd door lichtwezens. Hij is uiteindelijk als hospic in 1944 in Normandië geland. En is ook als hospic in verschillende concentratiekampen als eerste aangekomen waar hij indrukwekkende verhalen over weet te vertellen. En een van de belangrijkste dingen is ook wat hij had meegemaakt in zijn bijna doodervaring. Dat is wat hij zag in het concentratiekamp. Er was een Poolse man die hielp nog familieleden te vinden die in leven waren. Want iedereen was dood of stervend in die concentratiekamp. Maar er was een Poolse man die sprak goed Engels en Duits en Pools. En die liep er vitaal actief rond. En ik vroeg: God, ben je nou 2 of 3 weken hier om te helpen? Wat fantastisch. Zei hij: ik ben hier 4 jaar. Dus hij vertelde het verhaal dat hij dus in Warschau werd de hele familie uit het huis gehaald door de Duitsers. Op een rij gezet. Zijn vrouw en kinderen werden voor zijn ogen doodgeschoten. En hij zei: toen heb ik de keuze moeten maken om haten of liefhebben. En ik heb gekozen om lief te hebben. En met die liefdeskracht heeft hij dus 4 jaar in het concentratiekamp mensen geholpen. En zag er dus nog steeds gezond uit. Dus wow. Die liefdeskracht heeft zo'n ontzettend effect op mensen. En dat wist George Ritchie ook door zijn bijna doodervaring. Nou, en toen ik dat boek had gelezen, ben ik dus systematisch gaan vragen aan mensen die een hartstilstand hadden overleefd. Of ze iets konden herinneren van de periode van een hartstilstand, dus de periode van klinisch dood. En tot mijn niet geringe verbazing hoorde ik in 2 jaar tijd van 50 mensen 12 verhalen van een bijna doodervaring. Want in de tussentijd van 1969, helemaal niet bij stilgestaan? Nee, ik was het specialiseren, ik was druk, ik was bezig met allemaal dingen. En ik hoorde laatst van een verpleegkundige uit die tijd dat ik er wel blijkbaar naar vroeg, maar niet systematisch en ik heb er nooit iets mee gedaan. En hoe verklaarde u dat op dat moment met de kennis die u toen had in 69? Van wat dus de man zei over de kleuren? Ik was onder de indruk, maar zoals ik al zei, ik heb er niks mee gedaan. Ah. Ja, dus je vergeet het nooit. Het maakt indruk, maar het was, ik kon het ook niet plaatsen. En toen ik nu die 12 verhalen hoorde, van 86 tot 88, van mensen die in hartstilstand hadden overleefd, werd er geconfronteerd met het feit dat, ik zeg maar, de wetenschappelijke nieuwsgierigheid, hoe dat kon. Omdat ik had altijd geleerd, en dat heb jij ook geleerd, en ik leer nog steeds op de universiteit, dat bewustzijn een product is van de hersenen. En als dat zo is, zijn die verhalen onmogelijk. Want als je een hartstilstand hebt, dus klinisch dood bent, bewusteloos terug, wegvallen van de ademhaling en de bloedsomloop, dan is ook het klinisch beeld dat alle hersenfuncties zijn uitgevallen, hersenschors, hersenstam, ademhaling is weg, alles is weg. Dan zou het dus onmogelijk moeten zijn om bewustzijn ervaring te hebben laten staan, een helderder bewustzijn dan ooit met de mogelijkheid van waarnemen buiten en boven het lichaam, met ontmoeten van overleden dierbaren, met ontmoeten van een wezen van licht, met het levens terugblik op die beleven van je leven, wat je hebt gedaan en ook wat je hebt gedacht. In contact, bewustzijn van anderen in het verleden. Je bent op contact met bewustzijn van andere mensen in het verleden. Je hebt soms toekomstbeelden. Je kan aan een grens komen, je kan weer bewust terugkomen in je lichaam. Nou, dat kan allemaal niet als het bewustzijn product van de hersenen zou zijn.
En tot nu toe waren er wel wat retrospectieve studies verricht, dus verhalen bij elkaar verzameld van mensen die bijna doodervaringen hadden, maar je kon niet precies 20 of 30 jaar later zeggen wat exact medisch was gebeurd. En men dacht dat het een bijwerking is van medicijnen, zuurstoftekort in de hersenen, stofjes in de hersenen die vrijkomen, dromen, hallucinaties, interessant doen wij enzovoort. Maar er was dus nooit een echt wetenschappelijk onderzoek geweest. En toen zijn we in 88 begonnen met een prospectieve studie bij in totaal 344 achtereenvolgende patiënten die een hartstilstand hadden overleefd met de vraag of we de oorzaak en de inhoud van een bijna doodervaring zouden kunnen begrijpen. En wat we toen vonden in 4 jaar tijd bij de 344 patiënten, dat 18% van de mensen hadden een duidelijke herinnering aan de periode van hartstilstand. Dus hadden een bijna doodervaring gehad. En sommige mensen veel elementen, sommige mensen minder elementen. Dus sommige hadden een dieper bijna doodervaring dan anderen. Maar 82% had geen herinnering. Dus hebben die twee groepen gaan vergelijken. Dus die 18% met een herinnering en die 82% zonder herinnering. Om te kijken of we een verklaring konden vinden. En wat vonden we nou dat de duur van een hartstilstand, of het nou 2 minuten of 8 minuten was, maakte niks uit. De duur van de bewusteloosheid, 5 minuten of 3 weken in coma, maakte niks uit. Gecompenseerde reanimatie met de noodzaak van beademing, maakte niks uit. Een korte reanimatie bij hartkatheterisaties, waarbij mensen de hartstilstand worden opgewekt bij ritmeonderzoek, maakte niks uit. Dus het belangrijkste bevinding van het onderzoek dat het zuurstoftekort als oorzaak, als verklaring van een bijna doodervaring kon worden uitgesloten. Het is minder ernstig of ernstiger. Zuurstoftekort maakt niks uit. En ook de mensen met een hartstilstand met ernstig zuurstoftekort, 82% had geen herinneringen. Dus dat kon geen verklaring zijn. Alle mensen hadden zuurstoftekort gehad en slechts 18% van de mensen hadden herinneringen. En ook gegeven medicijnen maakte niks uit. Dus de bijwerking van medicijnen konden we uitsluiten. Een psychologische oorzaak, doodsangst, dat speelt ook een rol. Voorkennis, dat je weet dat die ervaringen mogelijk zijn, maakte niks uit. Een religieuze achtergrond? Geslacht maakt niks uit, een religie maakte niks uit. Of ze nou christen, moslim of atheïst waren, maakte niks uit. Opleiding maakte niks uit. Dus de belangrijkste bevinding van dat onderzoek was dat er geen goede wetenschappelijke verklaring is waarom 80% van de mensen bij een hartstilstand zo'n helder bewustzijn kunnen ervaren, 82% niet. Maar we konden alle bekende tot dan toe genoemde mogelijke factoren met zekerheid uitsluiten. En van die 18% die je zegt, die hebben ook allerlei overeenkomstige kenmerken en de verhalen en ervaringen? Ja, de elementen die ik net vertelde, ja. Dus gevoel dood zijn en tunnelervaring en uitwisselvaring dat je eigen reanimatie kan zien en de omgeving kan zien. Ontmoeten van overleden dierbaren, ontmoeten van een wezen van liefde, het gevoel van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Dus een levensterugblik, soms een vooruitblik. Dus al dat soort ervaringen werden geweld, maar niet iedereen had al die ervaringen. En er was een tweede onderdeel van die studie, een lange termijn studie, met interviews na 2 jaar en 8 jaar van alle mensen met een bijna doodervaring die nog in leven waren en een match control groep, zoals het heet, mensen met dezelfde leeftijd, geslacht, die ook een hartstilstand had, maar geen bijna doodervaring, om te kijken of er nou een verandering was in hun levensopvatting en levensinzicht, dus de transformatie. En de transformatie die je bijna eigenlijk altijd hoort bij mensen met een bijna doodervaring is, ze hebben geen angst meer voor de dood. Ze zijn overtuigd van een continuïteit, zeg maar. Dood bleek niet dood te zijn. Ze hebben een ander inzicht in wat belangrijk is in het leven. Onvoorwaardelijke liefde en empathie naar jezelf. Acceptatie voor jezelf, acceptatie voor je eigen schaduwkanten. En dan ook acceptatie naar de ander en verbondenheid met de ander, met de natuur en met de aarde. En het derde aspect is de verhoogde intuïtieve gevoeligheid. Ze voelen andere mensen rechtstreeks aan, ze zijn verbonden met anderen. Nou, wat we vonden bij interviews van 2 jaar en 8 jaar met die controlegroep,
dat alleen mensen met een bijna doodervaring hadden deze transformatie. Dat betekent het objectieve bewijs van die subjectieve ervaring. Dat is de transformatie, komt alleen aantonen bij mensen met een bijna doodervaring. Dus de transformatie is niet het gevolg van een hartstilstand, maar het gevolg van een bijna doodervaring. En dat onderzoek werd in december 2001 in de Lancet gepubliceerd, in het belangrijkste Engelstalige medische tijdschrift. Maar dat is een flinke paradigm shift. Dat was ook. Dat gaf een worldwide stir, zoals dat heet. Dus het stond op de voorpagina's van alle kanten de hele wereld. Dus had ik even een week lang geen leven meer. Althans, geen tijd meer voor normale dingen. Hè. Dus wat eigenlijk het belangrijkste was, dus dat het bijna doodervaring bestaat. Dat het bewustzijn geen product kan zijn van de hersenen. Dat als de hersenfunctie uitgevallen, hebben de mensen dit verhoogde bewustzijn. En dat de transformatie het gevolg is van dit soort ervaringen. Ja. Om nog even goed te kunnen duiden, ook nog richting de koppeling naar orgaantransplantatie. Want u gaf aan van dat heeft dus met name in eerste instantie te maken als dus bij een hartstilstand. De hersenen spelen een rol. We komen natuurlijk ergens ook bij de definitie van, oké, wat is dan een klinisch dood? Gaat het om hersendood? Kunt u zeg maar die stadia, hoe normaal gesproken, dus als iemand een bijna doodervaring gaat, dat proces, hoe dat eigenlijk fysiek gaat? Dus mensen met een hartstilstand noemen we klinisch dood. Dat wordt in dus bewusteloosheid door het wegvallen van de bloedsomloop en van de ademhaling. En als je niet binnen 5 tot 10 minuten reanimeert, zullen alle mensen overlijden aan onherstelbare schade van de hersenen. Dus je moet er snel bij zijn. Dus het is de eerste 5 tot 10 minuten is klinisch dood nog een reversibel proces. Als je niks doet, ga je dood. Het is de mensen die een hartstilstand hebben buiten het ziekenhuis, out of hospital arrest, overlijdt meer dan 90% omdat de hersenen zo zijn beschadigd dat de hersencellen zijn afgestorven. Ja. Dus je moet op tijd bij. Dat is de reden dat we hartbewakingsafdelingen hebben, dat we ook die AED's tegenwoordig over hebben hangen, dat je zo snel mogelijk probeert te reanimeren, omdat anders de hersenen beschadigd zijn. Dus en klinisch dood is het begin van het stervensproces. Ja. En dat is reversibel als je er op tijd bij bent. En begrijp je goed, dus dat dus eigenlijk dus in die periode, dus die 5 tot max 10 minuten, 18 minuten, dat is de tijd waarin dus een bijna doodervaring kan plaatsvinden. Ja. Ja, kunnen de mensen hier, en we weten dus dat het in die tijd gebeurt door dat de mensen uittredingservaring hebben waarbij ze kunnen vertellen wat ze hebben gezien. En ze kunnen vertellen wat er tijdens de reanimatie werd gedaan en wie dat deed en dat soort dingen. En dan als ze erbij komen zeggen ze, die dokter heeft dat en dat gedaan en die zus heeft dat en dat gedaan en dat werd er gezegd en dat kan natuurlijk niet. Het is... Dat is een bewijs dat het bewustzijn dus werd ervaren, maar los van het lichaam. Buiten en boven het lichaam. Ze hebben geen verband met het lichaam. Dus als je in coma raakt door een verkeersongeluk, dan ben je die pijn van de gebroken armen, benen, ribben en van de schedelbasisfractuur ben je opeens kwijt. Dus de pijn is weg, je lichamelijk gevoel is weg. En je vraagt je af, hey, ben ik nu dood? En dan zie je opeens je eigen reanimatie, je ziet een open wrak met iemand erin en dan zeg je, hé, dat is mijn lichaam daar, maar ik ben hier. En ik ben hier gelukkig en ik voel geen pijn. Het is altijd het besef dat je niet je lichaam bent, ook voor die mensen. En wat we dus weten van klinisch dood, ook als je een hartstilstand induceert, dus als je een hartstilstand opwekt, wat we bijvoorbeeld hebben gedaan bij drempelmetingen bij inwendige defibrillatoren, dan moet je precies weten hoe je zo'n apparaat moet instellen dat hij een elektrische schok geeft in je hart. En dat hebben ze gedaan ook met de EEG-registratie, dus de registratie van de elektrische activiteit van de hersenschors. Dan zie je dat binnen 5 tot 10 minuten bij een hartstilstand het EEG een rechte lijn is. Dus geen elektrische activiteit meer meetbaar van de hersenen. En het klinisch beeld is, als je een hartstilstand opwekt, dat ze binnen enkele seconden bewusteloos zijn. Er zijn geen lichaamsreflexen meer, wat een functie is van de hersenschors. Er zijn geen hersenstamreflexen meer. De wormreflex, je kan zo een vinger in iemands keel steken, een cornea reflex. Lichtstijve pupillen zijn klinische verschijnselen
bij hartstilstand. En ook de ademhaling stopt, en ademhalingscentrum ligt vlak bij de hersenstam. Dus het klinisch beeld is een uitval van alle functies van de hersenen. En wat je kan meten is ook een uitval. En ze hebben het ook bij dieren gedaan, geïnduceerde hartstilstand. En dan zie je de diepere delen van de hersenen ook niet meer functioneren. Dus we weten dat bij klinisch dood, er, zij het nog een reversibel, totale uitval is van alle hersenfuncties. En reversibel de eerste 5 tot 10 minuten. Interessant. En als ik het dan ook even verder kijk, want ik vind namelijk net ook heel mooi wat u zo zei van oké, dus dat mensen die eigenlijk in dat bewustzijn zitten, dus eigenlijk kunnen kijken naar hunzelf, zichzelf in de operatie, dat ze ook merken van hey, dat ben ik niet. Dus dat er ergens ook een soort van disidentificatie komt met het ego, de persoonlijkheid die we hier zijn. De essentie van wie we zijn is ons bewustzijn. Het is niet ons lichaam. He, dus je kan concluderen dat wij een lichaam hebben en dat we bewustzijn zijn. Want zonder een lichaam zijn we nog steeds bewuste wezens, zijn we nog steeds gedachten, gevoelens, emoties, herinneringen, alles hebben we nog, alleen het lichaam ligt daar. Dus dat is de reden dat je zegt, het kan niet het product zijn van de hersenen en ook niet het product van het lichaam, het bewustzijn. Ja. En de mensen die dat hebben meegemaakt, die zeggen ook allemaal, dood bleek niet dood te zijn, maar een andere vorm van leven. Hmm. En ik ben er nu van overtuigd dat ik kan blijven voortbestaan terwijl mijn lichaam al dood is. Dus ze hebben zelf ervaren, als het lichaam daarvoor dood ligt, en ze hebben het redeneren, dat zij zich springlevend voelen en alles kunnen meemaken. Ja, bijzonder. Ja, dat is het. Ja. En ja, dat is fascinerend. Dat is natuurlijk ergens gewoon de essentie van het leven en wie we zijn. Maar als we nog even wat meer terugkeren hier, want eigenlijk met deze ontdekkingen, ja, was u natuurlijk ergens ook een vreemde eend in de bijt, zeg maar even, in de medisch-wetenschappelijke wereld. Want hoe werd er op u gereageerd in de tijd? Ja, wisselend. De meeste mensen hebben er moeite mee. En dat komt omdat we hebben geleerd op de universiteit, maar ook filosofen, medische opleidingen zo, dat het bewustzijn een product is van de hersenen. De meeste neurowetenschappers zijn er steeds van overtuigd dat het bewustzijn een product is van de hersenen. Dus er is allemaal hersenonderzoek om te vinden waar ergens in de hersenen dat bewustzijn zit. Dat zullen ze niet vinden. Dus eer je hele wereldbeeld moet gaan veranderen. En betekent je baan, inzicht, wat je altijd hardop hebt verkondigd, moet gaan loslaten. Ja. En je onderzoeksgeld gaat verliezen en je positie aan de universiteit gaat verliezen. Mm. Als je dat zegt, houden de mensen hun mond en zijn ze dus tegen. En dat begrijp ik ook heel goed. Ja. En ik ken ook mensen, hoogleraar, die een privé mening hebben, zeggen, misschien heb je wel gelijk, maar officieel zeggen, dit is onzin. Tot ze met pensioen gaan en dan zeggen ze weer wat anders. Dus die hele maatschappij en ook de wetenschappelijke maatschappij, zeg maar, die eist dat je je aanpast aan wat we altijd hebben geleerd. Nou is de wetenschap nooit verder gekomen bij aanpassen, maar alleen maar met dwarsdenkers. Dat waar. En dwarsdenkers zijn dus mensen, heb je in het verleden ook altijd geweest, Galileo, maar ook Max Planck, die begon met kwantumfysica. Dat heeft 80 jaar geduurd voordat wat echt werd geaccepteerd. Nieuwe ideeën worden moeizaam geaccepteerd. En zoals Kuhn ooit in zijn boek heeft geschreven voor paradigm shift, dus het veranderen van paradigma. Op het moment dat je bevindingen hebt, empirisch gevonden bevindingen, die niet passen in dat huidige wereldbeeld, dan kan je het of ontkennen, of je kan je wereldbeeld gaan aanpassen. En de meeste mensen zullen het ontkennen. En terughouden zijn een wereldbeeld aan te passen. En het wereldbeeld wat we nu hebben is het materialistische wereldbeeld. En dat betekent dat alles wat in wetenschap telt, is wat we kunnen objectiveren, reproduceren, meten, falsificeren. Dus wat je zichtbaar hebt. Nou, bewustzijn, wat je voelt en wat je denkt, kan je niet bewijzen, niet objectiveren, niet reproduceren, niet falsificeren. Dus wat jij voelt en wat je bent en wat je denkt, dat is voor de wetenschap niet te bewijzen en aan te tonen. Dus bestaat dat niet. Ja. En kijk je naar de hersenen en zegt de hersenen is gelijk aan bewustzijn.
Maar op basis van het onderzoek naar bijna doodgevaar bij hartstilstand moet je dat opnieuw gaan herzien, dat gezichtspunt. Ja, dan eigenlijk de punten die we eerder aanhaalden van hè, we kunnen het niet mappen, we kunnen het niet in kaart brengen. Dat het dus eigenlijk buiten de, zeg maar, de wetenschappelijke kaders valt. Je moet dus het wetenschappelijke kader uitbreiden. Ja. Dat betekent expanding science. Dus je moet het wetenschaps uitbreiden met subjectiviteit, met bewustzijn. En de laatste 15 jaar is een enorme hoeveelheid onderzoek geweest naar bewustzijn. En dat houdt in dat dat materialistische paradigma geleidelijk verschuift naar wat we noemen het postmaterialistische paradigma. Waarbij subjectiviteit is geïncludeerd. En dat zet de wetenschappelijke wereld op zijn kop. Ja. En is dat zeg maar dus ook de evolutionaire shifting dus van de fysica naar de kwantumfysica? Dat dus dat daar bewustzijn dus wel een rol speelt? Niet alle kwantumfysici erkennen de rol van bewustzijn. Maar een heleboel Nobelprijswinnaars wel. En die zeggen dus dat je hebt geen objectiviteit in de wetenschap. Dat is wat de kwantumfysici dus ook zeggen. Dat betekent dat op het moment dat je wat waarneemt, speelt de waarnemer, het bewustzijn van de waarnemer, een rol. Je kan dus met een dubbelsplit experiment, zoals het heet, bewijzen dat licht zich gedraagt als deeltjes. En je kan bewijzen dat licht zich gedraagt als golven. Beide is waar, maar het sluit elkaar uit. En dat is afhankelijk van het meetmoment bij de opstelling, wat de uitkomst is van het experiment. Dus het bewustzijn van de onderzoeker die bepaalt waar die meet, bepaalt de uitslag van het experiment. En dat betekent dat alles in aanleg als potentialiteit, als mogelijkheid, oneindig aanwezig is. Op het moment dat wij ons bewustzijn ergens op richten, in welke test dan ook, dan wordt het gereduceerd tot een objectief materieel aspect. Dat is wat we waarnemen. Maar wat het niet in essentie is. Dat is de rol van kwantumfysica. Dus, en wat we dus weten uit dat onderzoek bij bijna doodervaringen, dat zoals een levensterugblik of levensschouw, dat alles gelijktijdig gebeurt. He, dus je bent opeens terug op je leeftijd van 5 jaar dat je zusje speelgoed afpakt en je voelt het verdriet van je zusje. Maar je kan ook toekomstbeelden hebben. Op het moment dat je aandacht ergens op richt, ben je daar ook, waar ook ter wereld. Dat betekent dat instantaan, buiten tijd en ruimte, ben je overal aanwezig. Dat is wat we uit de kwantumfysica kennen als non-localiteit. Ja. Buiten tijd en ruimte. En ik zeg altijd, kwantumfysica is analoog. Heel goed om te begrijpen wat we doen met non-lokaal bewustzijn. Ik zeg niet dat het een verklaringsmodel is van bewustzijn. Maar wel om de inhoud van het bewustzijn te kunnen begrijpen. Ja. Dus bewustzijn heeft in mijn ogen geen begin en geen einde. Is er altijd geweest en is overal buiten tijd en ruimte aanwezig. Is bewustzijn hetzelfde als God voor u? Ik denk dat het woord God voor heel veel mensen verschillende betekenis heeft. En als je God zou willen benoemen. Ik ken iemand die tijdens een bijna doodervaring tussen lichtwezens en overleden dierbaren stond. En die stond in dat licht en die zei, is het licht God? En het antwoord wordt, het licht is het adem van God. Dus iets nog verder hoger. En ik denk dus dat God gelijk staat als de allerhoogste vorm van bewustzijn met absolute liefde en licht. Dat is wat je God zou kunnen noemen. En dat is dus overal in elk mens en elk levend wezen, maar ook in elk plant en dier en de aarde aanwezig. Dus dat aspect, dat goddelijke aspect, dat allerhoogste aspect van bewustzijn is toegankelijk voor iedereen op elk moment. Maar meestal lukt het ons niet. Waar heeft dat met u mee te maken? Wat? Dat wij dus niet zo makkelijk in contact staan met het veld of de non-lokale bewustzijn? Het heeft te maken met onze afgeslotenheid. Als wij niet zoeken, dan zullen we het ook niet vinden. Als we niet ons openstellen, dan gebeurt er niks. Dus het begint met een zoektocht en het begint met openstellen. En het begint ook met geïnteresseerd zijn. Dus als je je verdiept, laten we zeggen bij de doodervaring, ik heb honderden of duizenden mensen gesproken met bij de doodervaring, dan kom je er niet op heen dat het heel anders is dan ik ook altijd had geleerd. Maar het begint wel met openheid. En nu, ik zeg altijd, wetenschappelijke nieuwsgierigheid was voor mij de rol. Ja. Wat ziet u jezelf nu ook als spiritueel?
ja, wat is je definitie van spiritualiteit? Ik zeg dat spiritualiteit is voor mij de zoektocht naar zingeving door innerlijke ervaring. Prachtig. En dat betekent dat je spiritueel bent als je zoekt naar zingeving door innerlijke ervaring. Whatever dat is. Wandelen in de natuur, de stilte, doet er niet toe wat je doet. En sommige mensen vragen of ik religieus ben, en dan zeg ik, religie is letterlijk het Latijnse woord herverbinden. Dus opnieuw verbinden met alles wat hoger is, en dan ben je ook religieus. Maar het heeft niks met mensen geschapen godsdienstinstellingen te maken. Dus de kerken, de religies zoals we die kennen, zijn machtsstructuren die mensen dwingen op een bepaalde manier te denken. Dat heeft niks met religie of geloof in essentie te maken. Nee, de religie en spiritualiteit van, volgens mij is de, wat je gelezen van, mooi is als spiritualiteit in religie zit, maar religie hoeft niet in spiritualiteit te zitten. Nou, zeggen, religie kan best spiritueel bevatten, maar niet het instituut kerk. Nee. Dat is wat anders. Omdat het gewoon een persoonlijke, individuele ervaring is, in plaats van dat het een... Ja, het is niet een instituut. Ja. De meeste mensen met bijna boven zeggen dat ze meer religieus en meer spiritueel zijn, maar ze gaan veel minder naar de kerk. Want ze geloven niet meer. Zij weten. Ja. En dat is het essentieel verschil. Dus ze weten het nu. Ja. Dat is heel wat anders. Ze hebben het ervaren. Ja. En hoe is uw eigen wetensreis door uw leven gegaan? Het heeft natuurlijk heel erg gezien wat het met mensen heeft gedaan. Ja, nou, ik ben ook volledig religieus opgevoed. Wel een Bijbel thuis, over, die heb ik nooit ingezien. Ja. We gingen niet naar de kerk. Maar na de bijna doodervaring ben ik wel de Bijbel gaan lezen. Maar ook de Upanishads, de Veda's, boeddhisme heb ik niet, de Kabbalah, bedoel, dus de indigenous people, dus de oorspronkelijke bevolking op de wereld. Dan zijn er zoveel leerzame dingen die je kan. Dus dat is de Bijbel een van de onderdelen om verder te verdiepen. Prachtig. Ik wil maar even kort teruggaan op de kijk van, ik noem maar even de traditionele wetenschappen nu, de neurowetenschappen nu, die nog zeggen van oké, nou, bewustzijn zit in de hersenen. Dat wordt mogelijk gemeten dus door de EEG, zoals je eerder liet zien. Dus dat er hersenactiviteit is, waardoor ze kunnen zeggen, oké, nou, als er een gedeelte in de hersenen op ligt, dan zal daar het bewustzijn wel zitten. Dat is volgens mij hun argumentatie. Klopt dat? Dat heet neuronale samenhang. Het neurocords, dat betekent dat als er een bepaalde activiteit is in je bewustzijn, zal een bepaalde activiteit in de hersenen ook kunnen zien. Maar dat heeft niks te maken met oorzaak, dat heeft te maken met samenhang. He, dus je kan met MRI bloedstromen meten, en als een bepaalde hersencentra actiever worden, gaat er meer bloed naartoe stromen. Je kan met PET-scan bepaalde chemische activiteit meer tonen. Je kan met EEG elektrische activiteit of MRG magnetische activiteit veranderingen tonen. Maar de verandering die je kan meten, op welke manier dan ook, bloedstroom, elektrische activiteit, magnetische activiteit, chemische activiteit, zegt niks over de inhoud van je bewustzijn, zegt niks over de inhoud van wat je voelt en denkt. Het is gewoon een materiële samenhang, een correlatie. Ja. Ik vraag wel eens aan mensen. Dus dat ze een hersenactiviteit, dat zou wel een gedachte zitten, maar dat je niet precies weet wat dus de inhoud is van die gedachte. Of het nou over het weer is, of over de buurvrouw, of dat kan je niet weten. Over het werk. Ja. Je kan alleen zeggen dat er activiteit is. Dus. Ik vraag ook wel eens aan mensen, wat ziet er? Wie ziet, als jij kijkt, hè? Zijn dat je hersenen die kijken? Ja, of het bewustzijn wat door de ogen kijkt. Kijk, de informatie die de ogen binnenkrijgen zijn elektromagnetische informatiegolven. Dat wordt omgezet in elektromagnetische informatie die via de nervus opticus, de zenuwbanen, naar de achterhoofdschorpen gaan. Dan krijg je ook weer activiteit, chemische elektrische activiteit. Maar wie ziet er nou? Dat zijn niet je hersenen. Dus het bewustzijn gebruikt dat als instrument om te kunnen waarnemen. Net als het instrument uitgevallen is, kan je waarnemen, maar dan zie je 360 graden. Dan kijk je niet uit via je ogen, maar dan kijk je vanuit je bewustzijn, mindsight zoals dat heet. Dus dan heb je 360 graden
zicht, met details en overzicht tegelijkertijd. Het is een heel ander soort waarneming. Ik noem het nooit zien, maar ik noem het waarnemen. Dus het waarnemen gebeurt door het bewustzijn. Als je wakker bent, gebeurt dat via het instrument wat je hebt. Als het instrument is uitgevallen, neem je ook waar, maar anders. Ja. En sommigen zeggen nog dat het bewustzijn nog wel zetelt in de pijnappelklier, in de pineal gland. Hoe kijkt u daartegen? En wat de rol van de pineal gland is? Nee, dit is een oude theorie. Dat in de pijnappel zou je ook dimethyltryptamine en al dat soort middelen, bepaalde hormonen hebben. Bij een halfwaarde tijd van dimethyltryptamine in de epifyse pijnappelklier is secondes. Dat is meteen weg. En als je ayahuasca gebruikt, is er een tweede stof bij die de afbraak van dimethyltryptamine remt, waardoor het veel en meer effectief is. Dus het lichaam heeft wel wat DMT, maar het heeft zo'n korte halfwaarde tijd dat je het niet kan meten. Je kan het gewoon niet meten, het is meteen weg. Het zit in verband met andere stofwisseling van andere hormonen en neurotransmitters. Maar het is dus niet gelokaliseerd, het bewustzijn. Waar dan ook waar je kan kijken. Je kan ook zeggen dat het bij het hart zit. Het zit in elk lichaam, maar dat komt omdat het lichaam en de hersenen en het hart en alle zenuwcellen functioneren als interface voor het bewustzijn. Als je lichaam is uitgevallen, is het bewustzijn los van het lichaam en hersenen wordt het ervaren. Maar de informatie komt, als je wakker bent en je lichaam zit, komt die informatie via je lichaam naar binnen, via je interface. Dus elke cel heeft een interfacefunctie, elk orgaan heeft een interfacefunctie. Zeg dat als de eerste spermatozoon en de eicel bij elkaar zijn gekomen, na 4 celdelingen, gaan de cellen zich subspecialiseren richting zenuwcel, hartcel, huidcel, darmcel. Maar de structuur van het DNA is in elke cel hetzelfde. Maar de functie van het DNA wordt veranderd door de informatie van buitenaf. Ja. Dus voortdurend informatie van buitenaf op je hele lichaam ook. Voortdurend. Elke cel, en het is waarschijnlijk of mogelijk het DNA die een rol speelt als de interface, de centontvanger in elke cel. Ja, dan gaan we eigenlijk ook een beetje richting de epigenetica, de hoek. Epigenetica is een bewijs voor het feit dat informatie van buiten overerfbaar is. Het is ook trauma's in concentratiekampen, dat kan tot de derde generatie doorkomen. Maar ook positieve dingen ook. Dat wordt echt ervaren, omdat de genen worden aan- en uitgezet door informatie van buiten. Dat betekent dat Darwin maar heel gedeeltelijk gelijk had. Maar epigenetica is het feit wat bijna aantoont dat informatie van buiten via DNA kan worden ontvangen. Ja, fascinerend. Het staat allemaal in mijn boek. Ja, ik vind het leuk, maar ik lees af en toe dus een stukje eruit. Maar ook omdat het vanuit verschillende perspectieven er ook naar gekeken kan worden. Dus dat vind ik heel mooi. Ik vind het ook nog even mooi om even verder te bouwen, want u gebruikt het woord interface. Ik heb u ook wel eens het woord ontvangststation voor de hersenen horen gebruiken. Ja. Om eigenlijk de relatie van het hart, de hersenen en het bewustzijn eigenlijk ook voor de leek goed Om het uit te leggen zeg ik altijd, als we nu kijken naar bijvoorbeeld, er zijn op dit moment gaan een paar honderdduizend telefoongesprekken hier in deze ruimte door ons heen en door de zaal, door de muren heen. Er gaan op dit moment 1 miljard websites en YouTube-films door ons heen, door deze ruimte heen. De elektromagnetische informatiegolven zijn overal aanwezig. Maar je hebt een instrument nodig om het te ontvangen. Dus als je je telefoon aanzet, kan je een telefoongesprek hebben. Als je een televisieprogramma wil ontvangen, moet je televisie aanzetten. En als je televisietoestel uitzet, dan gaat de uitzending wel gewoon door, maar je ontvangt niks meer. En je kan over de hele wereld bijna gelijktijdig, want het is lichtsnelheid, elektromagnetisch even, maar gelijktijdig over de hele wereld die 1 miljard websites ontvangen en YouTube-filmpjes zien. Maar het wordt niet door je computer geproduceerd. Maar je hebt het instrument nodig, functionerend, om te ontvangen. Maar als je het uitzet, is al die informatie altijd aanwezig. Zo is ons bewustzijn buiten tijd en ruimte altijd om ons en in ons aanwezig. Maar we zijn er maar bewust daarvan, als ons waakbewustzijn. Ja. Wat slechts een gedeelte is van dat non-lokale bewustzijn, een gedeelte van al onze herinneringen, om in ons lichaam als waakbewustzijn te ontvangen. Maar de rest is ook aanwezig. Ja. En na een bijna doodervaring is die ontvangstmogelijkheid permanent veranderd.
Dus ze ontvangen niet alleen maar kanaal 1, je eigen bewustzijn, maar ook kanaal 2, 3 en 4 bewustzijn van anderen. Dus je bent letterlijk verbonden met andere mensen. Je weet wat andere mensen voelen en denken. Je weet, iemand die gaat over 3 weken dood en dat blijkt te kloppen. De informatie is aanwezig. Ze voelen dat iemand pijn heeft, ze voelen dat iemand ziek is. Ze voelen contact met iemand van de andere kant van de wereld en die belt dan op dat moment. Dus die informatie, die drempel om te ontvangen is permanent veranderd. Daar bij de dokter. En dat is die verhoogde intuïtieve gevoeligheid. Ja, want hoe vertaalt u intuïtie? Is dat dan de informatie die dus intuïtie vanuit de bewustzijn komt? Intuïtie is het de binnenkomst van informatie uit de bron, uit je bewustzijn, je non-lokale bewustzijn. Ja. En want als ik het goed begrijp, zeggen dus eigenlijk van de hersenen zijn dus eigenlijk het ontvangststation. Het is de radiozender die net op het verschillende kanaal. Hoor je ook zeggen van oké, dus de mensen die een BDA hebben gehad, dat die daarna eigenlijk meer kanalen eigenlijk tot hun beschikking hebben. Heeft u nog andere oefeningen, methodieken, tips en tricks die je kunt geven ook voor mensen die luisteren van dat is herkenbaar. Soms heb ik misschien wel eens een keer een lucide droom of iets anders, omdat de bandbreedte eigenlijk van je eigen ontvanger te vergroten. Het kan gewild en ongewild. Ja. Dus ongewild bijvoorbeeld, astronauten die om de wereld gaan, dus in de isolatie, Glenn en ook andere, Lindbergh over de oceaan, schipbreukelingen, verdwaald in de woestijn, hebben ook dit soort ervaringen. Dan gaan ze open. Meditatie kan je ook open gaan. Gebruik van sommige psychedelische psychoactieve stoffen. LSD of ayahuasca, DMT of psilocybine en paddenstoelen kunnen bij sommige mensen positieve ervaring geven, maar hebben ook het grote gevaar van angst, hallucinaties en permanente beschadiging. Dus je moet heel voorzichtig zijn met de middelen, omdat ze ook vaak heel negatieve en blijvende schade kunnen toedienen. Wandelen in de natuur, stilte, mindfulness. Dus allemaal methoden om jezelf tot rust te brengen, innerlijke rust, en daar de ontvangstmogelijkheden te verbeteren. Maar dit soort bijzonder bewustzijn ervaringen treden ook op het sterfbed. Sterfbedvisioen of levenseindervaringen. Ze treden op bij een verdrinking, ernstige ziektes, bij een verkeersongeluk of verkeersongeluk in de bergsport. Een verongeluk in de bergsport waarbij je naar beneden dondert, maar niet dood bent, maar wel op dat moment allemaal dingen beleeft. En dan kom je bij, heb je alleen een been gebroken. Maar je hebt in die val heb je alles ook meegemaakt. Ben je ook uit je lichaam geweest. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om dit soort ervaringen te hebben. Waarbij wetenschappelijk gezien die ervaringen tijdens hartstilstand doorslaggevend zijn. Omdat we dan weten dat de hersenfunctie volstrekt zijn uitgevallen. Helder. We hebben ook de koppeling gemaakt naar orgaantransplantatie. Want dat is eigenlijk een aanleiding om eindelijk eens een keer met u hierover te kunnen hebben. Ik vind het een fascinerend onderwerp. Vanaf september komt er dus de nieuwe orgaanwet. Waarin dus eigenlijk iedereen dus gevraagd wordt, dus die zich nog niet heeft geregistreerd. Van met de vraag eigenlijk om te registreren of je dus wel of geen weefseldonor moet zijn. Even goed lezen van wat er nou precies ook weer de precieze definitie. Maar geen registratie dus betekent op een gegeven moment ook dus dat door deze wet er geen bezwaar en dus toestemming wordt gegeven. Allereerst eigenlijk... Geen bezwaar is wat anders dan toestemming, maar ze registreren het als toestemming. Ja. Het is geen toestemming. Een impliciete toestemming? Als je niks hebt gezegd, dan word je geregistreerd als donor. Ja. Alsof je toestemming hebt gegeven. Ja. Dat is wat anders. Ja, fair point. Maar eerst ben ik benieuwd naar uw kijk erop als voormalig cardioloog. Hoe ziet u deze wet in ook met het aantal donors dat beschikbaar zijn, wat u heeft gezien, wat de waarde kan zijn, maar ergens misschien ook de ethische vraagstukken die erbij komen kijken? Maar ik krijg vaak vragen na afloop van mijn lezingen over het verschil tussen klinisch dood en hersendood. En dan, omdat hersendood is een criterium voor mensen om als orgaandonor te kunnen functioneren. En dan heet de vraag,
is de vraag vaak, is hersendood nou dood? Want officieel heet het postmortale orgaantransplantatie. Dat betekent dat na de dood je je organen afstaat. Nou is de vraag, is dat na de dood? Is hersendood inderdaad dood? Dat is dan de vraag die allereerst optreedt. En dan laat ik het allereerst stellen dat ik geen tegenstander ben voor orgaantransplantaties. Maar ik heb de grootste moeite met de zeer gebrekkige en eenzijdige voorlichting. De mensen weten niet wat ze beslissen. Voorlichting betreft eigenlijk alleen de sterven mensen op de wachtlijst voor donor. En als je op je 18e je rijbewijs haalt, dan moet je invullen donor, ja, nee. Er zijn programma's over donoren bij 9- en 10-jarige kinderen op de lagere school. Wordt uitgelegd dat je donor moet zijn. Het is misdadig. Ouders weten dat niet. Maar men denkt dus met de nieuwe wet, het geen bezwaarsysteem, dat mensen die zich niet afmelden als donor, automatisch donor zijn. Nou, ik weet niet of je weet hoeveel mensen op dit moment zijn aangemeld als donor, of althans geregistreerd staan als wel of niet donor, weet je dat? Nee, nog niet. Ja. Dat heb ik hier natuurlijk bij me. Er zijn 7,1 miljoen Nederlanders die zich hebben aangemeld als in het donorregister, waarvan meer dan de helft nee heeft gezegd. Dus in totaal zijn er nu, volgens mij de helft, 3,8 miljoen potentiële donoren zijn er nu aangemeld. Dat betekent dat de helft van Nederland, ruim de helft, zich nog niet heeft gemeld of wel of niet donor. En het systeem houdt in, volgens de wet, dat je een brief krijgt thuis om te herinneren wel of niet donor en een tweede brief. En als je dan nog niet antwoordt, ben je donor. Dus alle allochtonen, mensen die het Nederlands niet beheersen, de ongeletterden, zullen nu automatisch straks donor zijn. Dat betekent dat de organen mogen worden uitgenomen. Op dit moment, als er mensen hersendood zijn verklaard, dan weigert nog 20% van de familieleden, zelfs als ze geregistreerd staan als donor, weigert alsnog toestemming te geven. Omdat de arts zegt dan, je zoon of dochter of je echtgenoot is dood. En je ziet een warm lichaam aan de beademing met een hartslag waar het lichaam volledig normaal functioneert. De metabolisme doet het, de darmen functioneren, het hart functioneert, de longen functioneren wel met beademing. Plassen, poepen, alles gaat goed, mannen kunnen een erectie krijgen. Er zijn meer dan 10 vrouwen bekend die zwanger waren. Een hersendood werd verklaard meestal door een aneurysma, bloeding in de hersenen. En dan aan de beademing werden gelegd voor 6-8 weken en dan een levend kind baarden. Een dode kan geen levend kind, een lijk kan geen levend kind baren. Dus de wet spreekt over het beademen van een stoffelijk overschot. Maar de vraag is een hersendode een stoffelijk overschot? En wat is dood? Dus toen in 1967 de eerste harttransplantatie plaatsvond, kwam de vraag, hoe kan je nou aan organen komen voor transplantatie? Dat hebben ze in 1968 de ad hoc committee in Harvard bij elkaar geroepen met ethici en chirurgen. Dat hebben gezegd wat we een langdurig coma noemen. Coma de passie. Als we dat dan hersendood noemen. En als we hersendood dan dood noemen. Dan krijgen we organen van dode mensen. Dit is dus een construct. Een diagnose. Om organen te kunnen krijgen. Want van een dode persoon van een stoffelijk overschot mag het. Kan je geen organen oogsten, want je moet een levend orgaan hebben. En een dode heeft geen levend orgaan. Ja. Dus het is een construct omdat transplantatie mogelijk was geworden. En dan heb je nog het verschil tussen een permanent coma of een persisterend coma. Persisterend coma is iemand ligt al 3 maanden in coma. Een permanent coma is dat je zegt dat je zeker weet dat je over een jaar nog in coma zal liggen. Er is die film Awakenings geweest waar mensen na 20 jaar bij kwamen na het geven van dopamine. Dus ook dat moet je voorzichtig mee zijn. Maar is dus de diagnose hersendood gekomen? Men heeft gezegd hersendood is dood, dat is een juridisch construct.
En we hebben dus gezegd dat het een stoffelijk overschot is. En dan mag je dus postmortaal, omdat het stoffelijk overschot is, levende organen halen uit een dode. Dat kan niet. He, dat klopt dus niet, dat verhaal. Ook omdat je weet dat de hersendode vrouwen nog een levend kind kunnen baren. En een lijk kan geen levend kind baren. Nou is mijn vraag altijd aan mensen, ook als ik een lezing geef. Weet u het verschil tussen een weefseldonatie en een orgaandonatie? Weet jij het verschil? Dat weefseldonatie toch verder gaat ook met huid en... Dan zeg maar alleen de hoofdorganen, de lever. Maar je moet straks invullen of je weefseldonatie of orgaandonatie wil toestaan. Maar weet je het verschil? Nou, meer dan van oké, dat is zeg maar orgaan de plus, maar eerlijk gezegd, veel verder ben ik ook niet. Zover is dus de voorlichting. Ja. Weefseldonatie is dat je 24 uur in het mortuarium hebt gelegen. En dan kan je dus de huid, de cordia, het hoornvlies of bot hebben jonge mensen de kleppen gebruiken. Dat is weefseldonatie. Daar ben je echt dood. Orgaandonatie moet je of hersendood zijn of een slechte prognose hebben. Weet je hoeveel donoren er vorig jaar in Nederland waren? Ik hoop dat u me dat nu gaat vertellen. Vraag het eens. Ik wil even jouw idee horen. In de aanleiding van de voorlichting die er heerst in de publiciteit, televisie, radiokranten. Hoeveel donoren waren er vorig jaar? Uiteindelijk de mensen die daadwerkelijk hun hebben gegeven. Volgens mij las ik laatst iets rond de 400. Heb jij een idee? 200 dacht ik. Ja, jullie hebben dus er wel redelijk ingelezen. Het waren vorig jaar 250. Maar als ik mensen vraag, zeggen ze of 4000, 5000, zeggen ze dan 250. Weet je hoeveel procent van hersendood waren verklaard? Nee. Dat was over 40%. En 60% van die donoren waren donoren naar circulatiestilstand. Dat betekent dat mensen met een slechte prognose, maar niet hersendood, waarvan de arts verwacht dat ze of niet zullen overleven of als kastplaatje door gaan leven, dat ze toestemmen van haar familie voor orgaantransplantatie of ze staan als donor geregistreerd. En als dan de familie toestemming geeft, dan stop je de beademing en stop je de medicatie. Dan wacht je tot het hart stopt. Dan krijgen de mensen 5 minuten tijd om een goede dag te zeggen. En dan gaan ze naar de OK waar nog de nieren en soms ook de lever uitgehaald kan worden. Het hart en zo kan er niet meer. Dat is dus de DCD, dat is de donatie naar cardiac death. En de andere is donatie naar brain death, DBD. Dus 60% van de donoren die nou gebruikt worden voor orgaantransplantatie zijn mensen bij wie de medicatie is gestopt, de beademing is gestopt en naar circulatiestilstand alleen nog nieren en lever uitgehaald worden. Ze proberen met katheters bij leven nog de doorbloeding op gang te houden, dus dat je ingrepen doet voordat de mensen overleden zijn. Waarvan je ook weet dat je in principe een reanimatie nog na 5 minuten succesvol kan zijn. Met kinderen wachten ze 20 minuten. En wat ze ook vaak doen is dat ze meteen zodra ze op de OK zenden het hart op gang brengen of een hartlongmachine aansluiten, maar wel zorgen dat de hersenen geen bloed krijgen, maar de rest van de organen wel. Dus het is al... Wist je dit? Niet in dat deze is de voorlichting waarvan ik zeg, men weet niet wat men beslist. Men is volstrekt niet op de hoogte wat het inhoudt om als donor geregistreerd te staan. Men hoort alleen maar over doden op de wachtlijst en wordt donor. Maar wat is donor? En ben je dood als donor? Is het letterlijk postmortaal? Als je hersendood bent verklaard en de diagnose is juist. En de diagnose is in Nederland op een andere manier hersendood dan bijvoorbeeld in Engeland. Hmm. Dat zijn ook landen hebben verschillende criteria. Ja, daar wilde ik nog even nog naar je terug. Want we hebben al het eerste over klinisch dood. Van dus dat eigenlijk het hart stopt. Nou, dan gaf je ook aan eigenlijk in de periode tussen klinisch dood en zeg maar even hersendood kan dus de bijna doodervaring plaatsvinden. En hersendood is als er geen activiteit meer is. En dan zeg je, nou, er zit ergens ook nog een timeframe voordat iemand echt dood is. Als we ook even het juridisch kader erop leggen.
Begrijp ik dat er goed wat daar maar dus in ook... principe, als je bij een hartstilstand niet op tijd reanimeert, zullen de hersencellen afsterven. Ja. En zal je in alle tijden overlijden. Dat mag je dan ook hersendood noemen, maar in principe zijn de mensen dan dood. He? Want ik zei, een hartstilstand buiten het ziekenhuis, die overleven het niet. Maar dat zijn ook geen donoren, want die zijn dood, want de organen zijn ook dood uiteraard. Ja. Dus hersendood is een construct om organen te kunnen, levende organen te kunnen krijgen van mensen die dood zijn verklaard. Maar als je echt hersendood bent verklaard en de diagnose is juist, dan is dat het begin van het stervensproces wat uren tot dagen duurt. Eer alle informatie en energie uit het lichaam is, die 2 tot 3 dagen. Vandaar dat men altijd 2 of 3 dagen wacht met mensen voordat ze begraven. Dat is een intuïtief weten in verschillende godsdiensten en religies ook. Dus daarmee begrijp je dat er dus eigenlijk een soort van juridisch nog maar een soort van grijs gebied is gemaakt van wat is nou dood en niet, om toch eigenlijk ook een soort van ruimte te kunnen geven aan artsen voor de orgaantransplantatie. Juridisch is het duidelijk. Juridisch hebben ze het vastgelegd. Dat hersendood is dood. En ze praten over het beademen van stoffelijk overschot. Maar medisch gezien is de discussie nog steeds actief. Is hersendood echt dood? En de juristen van de overheid verschuilen zich weer aan de mening van artsen, die het ook niet goed kunnen zeggen. Een betere term waarschijnlijk is hersenfalen, niet hersendood. De hersenfunctie faalt, maar het is wat anders dan dood. Ook als de mensen hersendood zijn verklaard, die onderzoekt de hersenen, dus 50% van de hersencellen nog niet dood. Die zijn nog wel levend, maar het hele coördinerend systeem van de hersenen is verloren gegaan. Maar niet alle cellen zijn dood. Ja. Je kan tot 12 dagen na het overlijden nog levende hersencellen gaan kweken. Okay. En ook uit het lichaam. Dus het feit dat iemand dood is, betekent niet dat alle cellen dood zijn. Maar het lichaam als geheel, functionerend geheel met coördinerende mogelijkheden, dat is verdwenen. En zit er dan ook nog verschil tussen organen? Dat bijvoorbeeld een lever nog langer intact blijft dan bijvoorbeeld de nieren? Je kan dus bij die circulatiestilstand, orgaandonatie, kan je de nieren en de lever gebruiken. Ze proberen nu ook de alvleesklier en de longen ook te doorbloeden meteen dat ze op elkaar komen. Dus dan te kijken of ze die organen kunnen gebruiken. Maar als je dus vorig jaar die 250 orgaandonoren had, heb je idee hoeveel harttransplantaties daarbij waren? Nee, dat denk ik. 40. De rest is niet bruikbaar. Of circulatiestilstand. He, dus het hart waren er 40, alvleesklier 38, longen 96, de lever waren 162, waarvan ook 22 bij leven. En van de nieren waren dus 500 donaties bij leven en 450 van donoren, zeg maar. Dus er wordt steeds meer bij leven gedoneerd. Maar er zijn mensen die voor de 8e keer een nier krijgen. Ook dat lees je niet. Omdat die nier weer wordt afgestoten. Wat men ook dus heel weinig weet, is wat een enorme verandering het geeft als je een orgaan hebt gekregen aan medicatie. Dus je hebt immunosuppressieve, je hebt dus middelen die de weerstand, de afweersysteem van het lichaam onderdrukken, anders wordt het orgaan afgestoken. Dat betekent dat de kans op kanker 10% is binnen 5 tot 10 jaar. Je krijgt enorme infecties omdat je al de afweer onderdrukt. Je kan suikerziekte krijgen, osteoporose, botkanker. Heb je het ooit gelezen? Mijn probleem is dat de voorlichting volstrekt beperkt en eenzijdig is. Ik ben niet tegen, maar je moet weten waar je voor besluit. En als je dan 2 keer een brief niet invult omdat je niet kan lezen, worden automatisch organen straks uitgenomen. Tenzij je familie weigert. En het probleem is, dus als je bij zo'n familielid staat waarvan de arts zegt hij is dood en je ziet een levend lichaam en alles reageert en alles, dan zeg je, maar dat is toch niet mijn idee van dood. Dood is een koud lichaam wat niet reageert, maar dan zie je geen hart, maar je ziet geen ademhaling, je ziet niet alles normaal functioneren. Dus gevoelsmatig intuïtief is het voor die mensen ook niet dood. En ik kan de arts van zeggen dat hij dood is, maar en zijn ook de diagnostiek van hersendood is ook nog iets wat niet zo eenvoudig gaat. Nee, en er zit natuurlijk allemaal
belangen bij. En ik begrijp ook wat je zegt, hè, van de voorlichting is beperkt. En ergens kan het ook bijna niet anders ook, omdat ik als u zo hoor, er zit natuurlijk zoveel kanten. Hè, er zit een juridisch laagje op, er zit een ethisch laagje op. Er zijn zoveel perspectieven rekening gehouden mee worden. Dat natuurlijk al heel, en ik merk het nu al, best wel overweldigend kan zijn van oké, maar hoe maak ik dan een goede keuze? Heeft u zoiets van, nou, ook om als orgaandonatie te consideren, dus eigenlijk gewoon voor jezelf na te gaan van oké, zou het wel zijn. Wat zijn voor u zeg maar eigenlijk de soort van de hoofdvragen om te zeggen van oké, waarom zou ik het wel of niet doen? Dat is de vraag, is hersendood ook? Is er sprake van echte postmortale orgaantransplantatie, dus na de dood? En dat kan bij definitie niet als je levende organen moet transplanteren. Want een lijk heeft geen levende organen. Dus de voorlichting klopt niet, de terminologie klopt niet. Het is niet postmortaal. Dus als je akkoord gaat met orgaantransplantatie als donor zijnde, dan moet je weten dat je sterfproces ernstig wordt versneld. En waarvan ik niet weet wat dat voor invloed heeft op je bewustzijn, op je verdere staat van zijn. En ik weet wel dat je sterfproces volstrekt anders is dan een normaal stervensproces. Dan moet je gaan beseffen wat dat is voor jezelf. Moet je gaan beseffen wat sterven is voor jouzelf. En dan moet je gaan beseffen wat dood is voor jezelf. En dan moet je dat als 18-jarige gaan beslissen. Of als 20-jarige, of als 30-jarige, of allochtoon, of de mensen met taboe over de dood. Het heeft zoveel consequenties. En het is niet meer sprake van een gift, van een donatie. Als je niks hebt ingevuld, maar wel donor bent. Dan is het geen gift. En dan gaat het over de grondwet zelfs, over de integriteit van het lichaam. Hè? Mag iemand anders aan je lichaam komen? Ook dat is een heel zo'n vraag. Dus er zijn een hoop dingen die de mensen niet beseffen als ze het besluit nemen, ja of nee. En helemaal als er buitensom wordt beslist, je bent nu donor. En dan is nog de vraag of er meer donoren zullen zijn, maar dit jaar waren er alweer, 2018 waren er 273 donoren en vorig jaar dus 250, dus er waren 25% minder donoren ook. En ik denk dat dankzij de ingreep van die hartstilstand donoren hebben we nog in Nederland redelijk, maar bijvoorbeeld in Duitsland is dat verboden. In Duitsland mag je geen hartstilstand donoren hebben, dus heb je veel minder donoren. En verder is het ook zo dat de meeste procedures van orgaanuitname gebeuren onder anesthesie en pijnstilling. Nou, en Suffolk Overschot heeft echt geen anesthesie en pijnstilling nodig. En dat gebeurt wel. Helemaal systematisch in Zwitserland. Maar ik weet ook verschillende centra in Nederland die dat doen. Maar een lijk heeft het toch niet nodig. Waarom doe je dat dan? Omdat er toch meer aan de hand is. Omdat je ook reflectie ziet van het zogenaamde stoffelijk overschot. Er zit nog steeds zeg maar een soort van leven in. Dus nogmaals, ik ben geen tegenstander, maar ik vind dat de mensen onvoldoende worden voorgelegd wat het betekenis heeft. En de confrontatie als je kind is aangereden of je partner is overleden aan een hersenbloeding en je moet het besluit nemen, dat is een heel ander emotioneel moment om rustig te kunnen nadenken. Maar of we nu kunnen nadenken over ons eigen sterfproces en onze eigen dood is een ander iets. Ja. En daar helpt de huidige voorlichting van het aantal doden op de wachtlijst helpt niet mee om na te denken over wat er precies aan de hand is. Ja. Maar dan vind ik dus eigenlijk mooi, dat is ook een antwoord en deels ook een reden om het hier vandaag ook zo met u over te hebben. Van oké, bijna doodervaring. En u heeft het ook een paar keer aangegeven van hè, de dood bestaat of is dat dus eigenlijk een andere vorm van leven. Nou, zelf een aantal ayahuasca-reizen gemaakt, ook heel duidelijk mogen ervaren dat de dood meer een soort van deur is, ook naar een volgend leven. Nikki, dus een jonge wijze dame, zij heeft zelf een harttransplantatie meegemaakt toen ze jong was. Zij zit in de tweeluik. Zij gaf het mooi aan van, ja, doordat we dus eigenlijk niet weten wat dus aan de andere kant van de deur zit, van de dood. En
dus eigenlijk niet goed te weten, hè? Nou, wie ben je dan? Ben je er überhaupt nog? Nou, hebben we vanuit religie, vanuit dingen, hebben we allemaal daar verklaringen voor. En dan moet je dan ook nog eens een keertje, als je dan weet, als we weten wat de dood is, dan gaan kijken van oké, wat ga ik met mijn lichaam doen? Dus er zit natuurlijk zoveel unknowns, waar dan wel gevraagd wordt uiteindelijk om een... Ja, hoe oud was het toen zijn harttransplantatie? 6. Uit mijn hoofd. Dus ik was niet bewust van haar wezen, van haar bewustzijn. Nou, ik vraag het omdat je kan, dus je hebt een grote kans dat je helemaal karakter- en gevoelsveranderingen krijgt na een harttransplantatie. Omdat dat levende orgaan, dat hart, nog steeds functioneert als ontvanger van het bewustzijn van de overleden persoon. Dus de overleden persoon houdt nog steeds een band met het lichaam van iemand anders. Dus je bent niet los en vrij als je overleden bent en donor was. Maar ook dat is een aspect waar ik terughoudend ben over te praten, maar wel wat een rol kan spelen bij sommige mensen. Als je nadenkt dat je hebt een levend orgaan getransporteerd wat functioneert als ontvanger. En dat betekent dat het ontvangt nog steeds delen van het bewustzijn van de overleden donor. Ja. En daar zijn verhalen over van bekend. Ja, karaktereigenschappen, voorkeuren, passies, Dus ik kan aan haar niet vragen of ze veranderd is omdat ze 6 jaar was. Nee, ik heb haar die vraag gesteld ook. Heb je van je ouders iets gevraagd? Ja, maar dat is voor 6 jaar ben je nog zo in de ontwikkeling van je karakter, dan weet je dat niet. Hoe lang geleden is ze geopereerd? Dat zal dus nu 14 jaar geleden zijn. Dat is mooi dat ze nog is. Ja, ja ze heeft echt geen klachten verder. Ja. Dus dat is een bijzondere situatie en verhaal, gelukkig. Mooi. Maar als laatste vraag, ook richting een einde, maar ook een oplossing. Want ik begrijp, hè, van u zegt, we weten eigenlijk niet goed eigenlijk wat de gevolgen zijn. Want we eigenlijk ook niet altijd zicht hebben van wat er op de operatietafel is. Wat er eigenlijk in het stervensproces, wanneer er geïnterveneerd wordt. En wat dus dat eigenlijk ook voor gevolgen heeft, eigenlijk voor alle partijen. Is er in uw optiek een optimale procedure voor zowel de donor... voor de donor als voor de gever, dan voor de ontvanger een uitweg? De vraag moet gaan over zingeving. De vraag moet gaan over zingeving van ziekte. Wat betekent dat een orgaan het niet meer doet? Hoe gaan we om met ziekte? Het is een taboe om in deze tijd dood te gaan aan een orgaanfalen. En moet je daarvoor een hoop ethische principes opzij stellen? Dat mag je verkiezen. Maar de vraag van zingeving, dat is een essentieel onderdeel, ook in de gezondheidszorg. Ik zeg altijd, in de gezondheidszorg loopt de ethiek 30 jaar achter de techniek aan. We kunnen zoveel, maar moet het allemaal? Dus het grote probleem is, moeten we de dingen die we kunnen? En wat zijn de consequenties voor een donor aan een ontvanger als we ja zeggen tegen een orgaantransplantatie? Wat betekent het als donor? Wat betekent het als ontvanger? En wat betekent dat voor de familie en de omgeving? Ik ken heel positieve verhalen ook. Dat de ouders dankbaar waren dat er hun kind wat doodging aan een verkeersongeluk nog in andere mensen doorleeft. Ik heb ook een keer aan een televisieprogramma meegedaan in de 90e jaren. Waarbij een harttransplantatiepatiënt en een levertransplantatie en niertransplantatiepatiënt aanwezig waren. En hun dankbaarheid toonden tot de camera uit was. Het was het de tyrannie van het geschenk. Ik moet dankbaar zijn, maar ik voel me zo rot en ik zal het nooit opnieuw willen als het moet gebeuren. Er zijn zoveel kanten die ze ook niet durven te uiten. Het is een psychologische begeleiding, weet ik niet hoe goed die is. Maar er zijn zoveel factoren dat zoals we er nu over praten is het simpel. Maar het is uitermate ingewikkeld. Mm-hmm. En waarbij ik de zingevingsvragen ook heel belangrijk vind. Ja. Wat doen we met ziekte? Vroeger gingen we dood aan dierfalen. Nu heb je de kunstdier gekregen. Ik weet wel, toen ik net in mijn opleiding was, was je ouder dan 40, kwam je niet in aanmerking voor dialyse. En nu tot je 75 ga je aan de dialyse. En betekent automatisch dat je in aanmerking komt voor een diertransplantatie. We verschuiven steeds de grenzen. En wat is de zin van het verschuiven? Wat is de zin van het leven? Zin van ziekte. Kunnen wij de dood in onze maatschappij accepteren?
En als we weten dat de dood een continuïteit is van het bewustzijn, waarbij de dood alleen het einde is van ons lichaam en niet van wie wij zijn, dan ga je ook anders nadenken over dit soort ingrepen. Maar nogmaals, iedereen mag het zelf besluiten. Ik heb zelf ook als cardioloog drie mensen een harttransplantatie laten doen. Een jongen van 12, dat was toen de jongs, een meisje van 15, die ook aan doodgaan was, en een vrouw van 40. Maar ik heb uitgebreid uitgelegd wat de consequenties waren, ook de nadelen en de gevolgen. Dus ik ben er geen tegenstander, maar de voedigering is zo essentieel. Ja. En dan nog op jonge leeftijd een besluit nemen, ik word wel of niet donor. En het feit dat het maar op 250 donoren per jaar gaat, wat de mensen ook niet weten. En dat 40% hersendood is en 60% hartstilstand donoren zijn, die dus een slechte prognose hebben. Waarbij wordt ingegrepen al voordat ze dood zijn. Waarbij de proces tot hartstilstand niet langer dan 2 dagen mag duren, omdat anders de organen kwaliteit achteruit gaan. Nou, al dat soort dingen weet men niet. Dus de onwetendheid is voor mij, onwetendheid is een belangrijke factor voor mij om te zeggen, ik heb een groot probleem met de huidige campagnes en ook met de huidige wet. En in de optiek, op welke fase zou dan orgaantransplantatie wel verantwoord zijn met eigenlijk alles? Als je bij leven een dier afstaat aan iemand anders uit liefde. En die levers, en die dieren doen het trouwens beter dan van postmortale niertransplantatie, is veel minder afstoten. Hmm. Orgaan is uit liefde gegeven en heeft minder afstoten. Dat is weer heel bijzonder. Hmm. Dus, maar je kan een hart niet bij leven doen. En een longen ook niet en een pancreas ook niet. En een stukje van de lever wel, dat gebeurt. Dus heeft vorig jaar is dat 22 keer gebeurd. Wat ook een liefdesdaad is natuurlijk. Dat je een stukje van je lever afstaat om iemand anders het leven te redden. Ja. Maar de postmortale orgaandonatie, zoals dat officieel heet, na de dood, is niet na de dood. Het is het begin van het stervensproces. En wat gebeurt er met je bewustzijn tijdens het stervensproces? Ja. Dat zijn de vragen die niet zomaar besproken worden. Nee. En heeft u daar een beeld van gekregen, maar ook in alle BDA, ja, ik weet trouwens niet of het alleen bij BDA is, misschien ook bij anderen, dat je daar toch een antwoord voor jezelf kunt formuleren? Of heeft u dat voor jezelf? Iedereen moet zijn eigen antwoord formuleren. Wel, ik had een keer er, ik die orgaanspende, See in China, dat was in Duitsland in Berlijn, van de antroposofische huidkunst, dus antroposofische geneeskunde, een congres met 300 mensen over orgaantransplantaties. En wij ook een vrouw die 9 jaar geleden een levertransplantatie had gehad. En we hebben, at the end van de symposium, gevraagd aan de mensen wie wilde orgaandonor zijn. En dan gingen 2 vingers omhoog. Hmm. En de vrouw met de levertransplantatie van 9 jaar geleden zei, ik zal dat nooit een tweede keer willen. Dus het bewustwordingsproces bepaalt ook wat je mening is. Ja. Nogmaals, ik ben niet tegen, maar ik ben voor dat de mensen weten waar ze voor besluiten. En dat weten ze niet. Nee. En vanuit al uw ervaringen, inzichten, uw eigen zingevingsvraag, hoe kijkt u nu zelf naar uw eigen donorschap? Ik heb negatief donorschap. Dus ik ben geen donor, maar ik wil ook niks ontvangen. Als mijn organen zouden falen, dan is dat zo. Ja. Maar dat heb ik al. Ik ben al 15 jaar langer adviseur van de Stichting Bezinning Orgaandonatie. Dus ik ben al heel lang bewust mee bezig. Dus dan ga je er anders over denken. Dus ik hoef geen orgaan en ik zal ook geen orgaan afstaan. Dank u wel. Ik wil u hartelijk danken voor uw tijd en uw wijsheid. En ik vind het nogmaals ook echt heel bijzonder hoe u eigenlijk zo uw pad bent gaan beglopen. En juist volgens mij ook echt in een periode, waar ongetwijfeld ook nog ineens heel veel over gehad, maar weerstand heeft ervaren, misschien geridiculiseerd, maar toch een vertrouwen heeft gehad in van nou, wat u heeft gezien, wat u heeft ontdekt en toch het idee van daar maar weerstand heeft met de ander te maken. En dat u ook dit bewustzijn ook met ons wil delen. Ik hoop dat veel mensen mag raken en inspireren, maar ook juist eventjes die goede overweging
mag brengen om ook weer echt stil te staan. Wat is nou het leven? Wat is de dood? Ja. En... misschien moeten we nog even noemen mijn boek Eindeloos Bewustzijn, ja. Waar ik ook stukken schrijf over orgaantransplantatie, maar ook over hersenen en bewustzijn, over wat weten van de hersenen, wat weten van het bewustzijn. Zijn er boeken geschreven zoals Ongesoord Sterven, een boek van een Duitse moeder die een zoon verloor aan een verkeersongeluk, wat ze heeft meegemaakt. Tegen haar wil ongeveer werden alle organen eruit gehaald met die zoon. Er zijn verschillende boeken geschreven over orgaantransplantatie, die wel voor de bewustwording heel nuttig zijn. Ik zal nooit voor een ander beslissen of adviseren wat ze moet doen. Maar ik hoop dat ze zich goed voorbereiden voordat ze een besluit nemen. En dat wordt bijna onmogelijk gemaakt met de huidige voorlichting die er is. Nou, fijn dat u in ieder geval op deze manier daar een klein duitje in het zakje heeft gedaan. Als er naast uw buurboek, zeker van harte zou aanbevelen, 25e druk, wat het is. Ruim 150.000 wereldwijd. Het is in 10 talen vertaald, zo'n 300.000 exemplaren verkocht. Dus eigenlijk de belangrijkste taal in de wereld is het vertaald. Prachtig. En ik krijg nog steeds heel veel reacties van de hele wereld, ook e-mails vanuit de hele wereld. Mensen met een ervaring vanuit de hele wereld. Ja. Dus het raakt altijd mensen. Ook weer als een eigen familielid overleden is of een kind verliezen. Dan ga je nadenken. En dan komen die vragen, dan komen die boeken en dan vinden ze hun weg zo. En natuurlijk mensen die een bijna doodervaring hebben. Ja. Waarvan de mensen het ook niet kwijt kunnen omdat de arts het niet gelooft. De partner het niet gelooft. 70% echtscheiding om te zeggen het is niet meer de persoon die het was. Dus het heeft zoveel consequenties. Dus het is in de huidige maatschappij nog steeds een enorm taboe om over buitengewone bewustzijnservaringen te praten. Maar het verandert. Dus ik ben positief. Goed, Toren. En zijn er nog andere manieren, even los van uw boek, nou staan nog een aantal YouTube-filmpjes staan er bekend. Want u had namelijk een aantal lezingen ook nog gepland dit jaar, maar goed, door corona is het dan wat lastiger geworden. Er is één lezing nog in december, staat op mijn agenda, in Bredevoort. Over hersendood en bewustzijn. Ja. Dus eigenlijk een beetje wat we nu hebben gezegd, ga ik dan wat meer in details in en zo. Mooi. Dus voor de agenda kunnen ze dan bij u op de website... Website vinden, ja, bij de agenda. Ja. En dan kunnen ze ook allemaal wetenschappelijke artikelen lezen, maar ook Engelstalige interviews, tv-programma's, Duitsstalige interviews, whatever. Het is in 3 talen. Ze kunnen, als ze willen verdiepen, maar dat ze meer over hersenen en bewustzijn. Over het feit dat we langzaam overtuigd zijn dat bewustzijn een product is van de hersenen. En dat de dood als zodanig niet bestaat. Dat er een continuïteit is van bewustzijn. Ik heb het nooit over leven na de dood, want het is geen levensbiologisch principe. Het is een continuïteit van het bewustzijn, los van het lichaam. Nou, daar kunnen de mensen genoeg vinden. Ja, prachtig. Dank u wel. Graag gedaan.